Veel organisaties zijn met één van de grote vijf veranderingen bezig. Ze zijn hun processen lean aan het inrichten. Ze willen agile werken. Sommigen zijn hun groei aan het hacken met growth hacking. Gebruiken service design thinking of design thinking. Of willen richting zelfsturing en zelforganisatie. Maar wat betekent dat nou voor je organisatie? En zijn het nou vijf verschillende dingen? Of liggen daar een aantal principes aan de grondslag? Vandaag praat ik met Clara Wiegel. Zij is coach op dit soort methodes. En met ontwerper Jef de Bade. Die probeert met ons op zoek te gaan naar die drie, vier onderliggende principes. Clara, Jefta, leuk om vandaag aan de slag te gaan. Er zijn heel veel stromingen nu gaande in het bedrijfsleven. Maar zie jij nou in jouw ervaring, als je bezig bent met organisaties, dat het hele andere dingen zijn? Of zie je bepaalde verbanden of misschien wel onderliggende principes? Voor mijn gevoel zijn die methodes juist niet verschillend en zou ik er ook zeker niet dogmatisch mee om willen gaan. Ik denk dat ze allemaal een hele sterke set aan tools hebben die je juist heel goed kunt combineren afhankelijk van het probleem wat je wil oplossen of de innovatie die je wil bereiken. Die principes die eraan ten grondslag liggen zijn als eerste en ik denk ook de belangrijkste klant centraal. Dat betekent dat al die methodes zetten de klant centraal in de oplossing die ze zoeken. Het moet een toegevoegde waarde hebben voor de klant en het mag niet vanuit interne processen of beslissingen komen, de oplossing. Ander principe wat heel belangrijk is, is dat je moet groot denken, je moet weten waar je naartoe gaat, maar je werkt er in kleine stapjes naartoe. Doordat je in kleine stappen er naartoe werkt, kun je op basis van experimenten, kun je continu leren. En kun je continu verbeteren, kijken wat werkt, wat niet werkt, of je nog op de goede weg bent en kun je bijsturen. En het derde principe wat ik zie is dat de organisaties gaan over wat, dus wat wil je bereiken, maar dat de medewerkers gaan over het hoe. De medewerkers zijn de specialisten, die weten het allerbeste hoe dingen moeten, hoe je kunt verbeteren, hoe je kunt vernieuwen en een manager moet faciliteren. En het laatste principe is whole system in the room. En dat betekent dat je zorgt dat vanaf stap 1, vanaf moment 1, alle belanghebbenden betrokken zijn. Dat iedereen vanuit eenzelfde gedeeld beeld werkt aan de oplossing. En dat je niet op een later moment nog allerlei meningen en lastige dingen krijgt. Jefta, als jij hier naar luistert, wat pak jij daar nou als gedeeld beeld eigenlijk uit op? Wat je daarna noemt is dat het allemaal, ja, er heel veel tools in zitten. Dus ik ga hier nog verder tools tekenen. Maar wat je daarachter, de onderliggende principes die je dan noemt, zijn die vier. De klant centraal, groot denken, maar kleine stapjes doen. Dan kun je experimenteren, hoe en wat. Managers faciliteren de wat en de hoe. Dat is toch wat de medewerkers doen. En de whole system in the room, dat gedeelde beeld. Waarom denk jij dat vooral dat nu is, dat deze methodes eigenlijk zo breed uitgemeten worden? Ja, ik denk dat de vernieuwing en de versnelling en de veranderingen nu zo snel gaan dat bijna alle bedrijven, zowel groot als klein, erachter komen dat je niet meer door kan gaan op de oude manier. Dat je dan gewoon niet flexibel genoeg bent. En je moet dus heel veel beslissingen, moet je ook laag in de organisatie leggen bij de mensen zelf. Die kunnen dat ook. En dan kun je als bedrijf goed meebewegen. En deze methodes, wat ze doen, is ze geven een werkwijze en die werkwijze, die is kortcyclisch, zodat je kunt leren. Maar vooral, je kunt heel snel aanpassen. Maar als jij erover praat, en ook naar mijn ervaring, gaat het ook heel erg over cultuur. Klopt, ja. Het is echt een hele grote cultuurverandering. Je moet zo flexibel zijn. Je moet inspelen op zoveel veranderingen. Zowel technologisch als de klantwens die van dag tot dag ongeveer verandert. En daar heb je de kennis van de medewerkers continu bij nodig. Maar je hebt daar dus ook een cultuur voor nodig, waarin continu aanpassen, continu veranderen, continu verbeteren, de normaalste zaak van de wereld is. Dus een consultant die binnenkomt en even een instrumentje uitrolt, die heeft niet heel veel succes uiteindelijk. Die impact is klein. Terwijl als ik mensen begeleid, dan neem ik de tijd en je kijkt waar ze staan, je kijkt waar ze heen willen en je kijkt hoe je ze zo goed mogelijk kan helpen. En je leert ze de methodes, zodat ze op een gegeven moment heel normaal worden. Dus je moet voelen waar ze aan toe zijn, wat er op dat moment kan, want het is een veranderproces. Dus ik ben die manager en jij bent mijn coach. Wat is nou een van de eerste dingen, vragen of dingen die je mij adviseert te doen? Dan begin ik bij jou. Dus dan zeg ik het managementteam en het liefst de directie. Jullie willen dat
de anderen, de medewerkers, anders gaan werken. Dat het bedrijf het anders gaat doen. Maar dat beginnen we bij jullie. Dan gaan jullie agile of volgens service design werken. Daar ga ik jullie bij helpen. Want je moet weten wat het is. Je moet het snappen, je moet het voelen. Je moet ook weten hoe moeilijk het is. Voordat je het over je medewerkers uitstort, moet je het eerst zelf doen, zelf beleefd hebben. Maar dan zie je ook wat het oplevert. En dan kun je er ook echt in gaan geloven. En dan kun je je medewerkers meenemen op een manier die ook echt eerlijk is, omdat je er zelf in gelooft. En wat is nou, denk je, het kleinste stap? Je hebt het over experimentjes. Wat zou een experimentje zijn waar ik dan als manager mee zou kunnen beginnen? Want... Ja, dan ga ik een sessie doen met jullie als management. En dan gaan jullie dromen wat de grote ambitie is. Ja. En dan gaan we die grote droom gaan we klein maken. Klein stapje. Wat is dan de eerste stap die wij gaan zetten op weg naar die grote ambitie? Met experimenten. We gaan er allemaal mensen bij betrekken. Dus dan komen ook al die principes al in een heel klein experiment eigenlijk komen ze al samen. Deze manier van werken is procesgericht, niet resultaatgericht. En in het proces ben je, leer je, ontdek je, onderzoek je, analyseer je problemen. Je zoekt daar oplossingen voor die op dat moment lijken te passen, maar je onderzoekt direct of dat ook waar is. Op het moment dat blijkt dat dat niet klopt, kun je heel snel aanpassen. Als je nou met een klassiek managementteam zit, dan krijg je natuurlijk vaak te horen, ja, het is allemaal leuk, hè, dat kortcyclisch stapje voor stapje en weer doen en kijken. Ja, voor je het weet, eindigen we helemaal niet waar we willen eindigen. Dus komen we straks hier terecht. Is dat niet een gevaar van deze aanpak, dat je op een gegeven moment maar ergens eindigt? Want ik wil als manager wel, ik heb beloofd hier wil ik zijn. Ja, het is zeker het gevaar, alleen het gevaar is geen gevaar. Het is namelijk je succes. Dus als je terechtkomt waar de klant wil dat je terechtkomt en je levert waar de klant heel blij van wordt en wat echt toegevoegde waarde heeft of dienstverlening waar de klant echt op zit te wachten, ja, dan heb je het goed gedaan. En dat andere punt waar je naartoe wilde, ja, dat was een aanname dat dat goed was. En het bleek niet goed te zijn en dus heb je onderweg geleerd en heb je het aangepast en heb je een veel leukere eindpunt gevonden. En waar als doel van dit gesprek ook eens op zoek te gaan, zijn er nou een aantal principes die onder die aanpak, onder die methodes liggen? Dus Jefta, jij hebt met ons meegeluisterd en ook meegetekend. Vind jij inderdaad een aantal principes die onder deze benadering vallen? Of misschien zelfs een bepaalde kern? Ja, de kern die mij opvalt is steeds het zelf gaan doen. Wij gaan zelf die grote ambitie in beeld brengen. En de vier principes die ik hier heb uitgetekend met de klant daarin echt ook meenemen, de kleine stapjes zetten, dat je snel kan experimenteren. De rol van management om daar kaders aan te geven en dat met iedereen te doen. Ja, daar hoort ook dat grote plaatje bij om die samenhang ten alle tijden helder te hebben. En dan kun je samen op reis gaan. Want het gaat gebeuren dat de klant dan zegt, oh, maar ik ben nu van gedachten veranderd. En dat is dus oké. Dus ik merk dat die houding van dat alles maar kan veranderen en dat normaal is. Dat is echt heel erg belangrijk. En jij noemde dat cultuur. En jij beschreef het gewoon heel praktisch van continu aanpassen en verbeteren is normaal. Nou, dat is wel echt een kern die ik eruit haal. Waar er eerst controle was, dat gaf houvast. Dan kon je dat in een spreadsheet zetten en dan wist je of je goed bezig was. Is dat nu veel meer het proces en daarmee bezig zijn. Ja. Zeg dat zo? En die weg kan dus in theorie ook gewoon hier eindigen. Dat is het grappige. Je weet die weg, ja, die gaan we verkennen met elkaar. Ja. Het is echt die klant betrekken. Dat vind ik ook echt een mentaliteitsverschil hoe je met je klant en die andere belanghebbenden omgaat. Het is echt samen onderweg zijn en niet uitleggen waar het heen gaat. Dankjewel, allebei. Ik vond het een boeiend gesprek. En volgens mij werk aan de winkel.